En hier aan tafel inmiddels GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans, Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging en Rob Jetten van D66. Ja, dat zijn nog gewoon wat namen bij dit thema. Gelijk dan maar een korte vraag. Wie is hier nou de echte klimaatpaus? Bent u dat, meneer Timmermans? Grijpt u de eretitel? Vindt u dat een eretitel? Ik weet het niet. Ja, nou ja, dat is, zo ben ik de laatste jaren omschreven. Ja. Ja. Of bent u het, meneer Jetten? Nou, ik noem het tegenwoordig gewoon klimaatdoener. We hebben heel veel erover gepraat, maar we moeten vooral veel aan de slag. Ja, van drammer naar doener. Hè? Heeft u er zelf een campagneleus van gemaakt? Of heeft u het groenste hart eigenlijk, mevrouw van der Plas? Nou, wel de groenste nagels in ieder geval. Ja, dus gaat het ook dieper? Of is dat alleen aan de oppervlakte? Nee, dat vind ik een hele mooie kleur. Dus ja, en in de Rooms-Katholieke Kerk mogen vrouwen geen paus worden. Dus, nee, dan wordt het lastig. Dan wordt het zeker lastig. Oké, okay. We gaan er wel achter komen natuurlijk in dit rondje. Wilma, take it away. Ja, meneer Timmermans, ik wilde maar even bij u beginnen. Ik heb u de laatste dagen een paar keer horen praten over een Green Deal die u de eerste 100 dagen van de nieuwe coalitie zou willen doorvoeren. Wat moet er dan als eerste gebeuren in zo'n Green Deal? Nou, wat je moet doen is een doel stellen voor de lange termijn. En vervolgens moet je stapsgewijs precies gaan invullen hoe je dat tot stand wil brengen. En ik heb daar een hele specifieke reden voor. En dat is omdat ik steeds meer merk dat mensen die van goede wil zijn vervolgens zeggen, ja, maar ik kan dat niet betalen en dat is alleen maar voor de rijken en zo. En ik vind dat wie er ook straks verantwoordelijkheid krijgt voor het landsbestuur moet kunnen gaan aantonen in 100 dagen dat deze transitie kan gebeuren, zodat iedereen er mee kan maken. Zodat we ervoor zorgen dat we de middelen inzetten voor mensen die dat niet zelf kunnen doen. Dat we de sociale huursector heel snel duurzaam maken. Dat we ervoor zorgen dat ook mensen die van banen die er niet meer zullen zijn naar andere banen gaan, daarbij ondersteund worden en niet in een armoedeval vallen. Dat zijn de dingen die we moeten vastleggen. Want anders vrees ik dat we vertraging krijgen in deze transitie, omdat mensen het idee hebben, dat is alleen maar voor mensen die het zich kunnen permitteren, niet voor mij. Maar wat zou dan de eerste maatregel zijn die in zo'n Green Deal moet worden opgeschreven? Nou, hoe ga je steden en eigenlijk drie aspecten. Hoe ga je steden en dorpen sneller vergroenen? Hoe breng je een alliantie tussen boswachters en boeren tot stand? En hoe zorg je dat onze industrie toekomstbestendig, circulair, duurzaam wordt? Die drie elementen zijn voor mij het allerbelangrijkste. Meneer Jetten, dit zijn dingen die u vast ook van plan was de afgelopen jaren. Hebt u dan niet genoeg gedaan? Nou kijk, het is altijd goed om samen te werken, om te kijken hoe kun je iedereen ook echt meenemen in die klimaattransitie. En vooral ook zorgen dat mensen thuis en ondernemers het ook kunnen meemaken. Maar ik mis hier ook wel een beetje de urgentie. Hè? De jonge generatie die vraagt van ons politici dat wij nu knopen doorhakken om die klimaatactie ook voor elkaar te krijgen. En voor het eerst zijn nu die klimaatdoelen binnen bereik, omdat we de afgelopen jaren al heel veel hebben gedaan. En wat nu nodig is, is dat we duidelijk zijn naar de grote vervuilers. U gaat gewoon meer betalen over uw CO2-uitstoot. Op een gegeven moment nemen we afscheid van fossiele manieren van subsidiëren. En dat we als overheid ondertussen ook dat groene circulaire perspectief voor hen gaan bieden. En dat betekent dus ook geen taboes. Geen taboes, alle schone technieken inzetten om die klimaatdoelen te bereiken. En ik zit hier aan tafel met twee politici die, als ze de kans krijgen, weer 100 dagen gaan praten. En dan gaat mevrouw van der Plas wind op zee uitsluiten. De heer Timmermans gaat kernenergie uitsluiten. En uiteindelijk halen we onze doelen niet. Dus ik zeg, keuzes maken, leiding geven als politiek en ervoor zorgen dat iedereen kan meekomen in die klimaattransitie. Mevrouw van der Plas, zijn die windmolens op zee een taboe voor u? Nou kijk, ik wil eerst even zeggen dat klimaat en duurzaamheid bij de Nederlandse kiezer helemaal niet speelt. Blijkt uit een onderzoek van de NOS. Het staat derde van onderen. Gezondheidszorg, vertrouwen in de politiek, kunnen we onze rekening betalen, staan ver bovenaan. Dus ik vind dat we eigenlijk ook eens eerst eens in de campagne, en niet alleen in de campagne, maar altijd, gewoon eens goed moeten luisteren wat er bij de bevolking echt leeft. En wat haalbaar, draagbaar en uitvoerbaar is. En wij doen hier net alsof het klimaat-issue, alsof dat een enorm groot onderwerp is in de verkiezingen. Nou, dat blijkt bij de kiezer dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Terugkomend op de windparken op zee. De Europese Rekenkamer heeft ook aangegeven, die heeft eigenlijk de alarmbel geluid, dat de gevolgen van de windparken op zee, 30.000 Eiffeltorens hebben we het over, dat de gevolgen voor het zee- en bodemleven gewoon helemaal nog niet goed in kaart zijn gebracht. Er zijn al wel signalen dat het effecten heeft op zeehonden, op bruinvissen, ook op het ecosysteem in zee zelf. En dan zitten we, ja, tegenover de heer Timmermans, die dan wel voorstander is van die 30.000 Eiffeltorens, maar ook voorstander is van het in stand houden van de natuur. Maar kennelijk doet de zeebodem en de vissen en de bruinvissen en de zeehonden, die doen er dan weer niet toe. Maar ik heb in uw programma wel
gelezen dat u op zich een nationaal klimaatakkoord wil. Dus die doelen die gehaald moeten worden in het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld, daar staat u wel achter, toch? Nou ja, kijk, wij gooien er weer tandjes bovenop. En wij gaan bedrijven in Nederland extra belasten en extra heffingen. Wat gewoon heel slecht is voor de concurrentiepositie van onze bedrijven. Bedrijven in Nederland zijn heel innovatief. Die zijn al jaren bezig met verduurzaming. En wij zien veel meer in innovatie, innovatieve technologieën. Wat bijvoorbeeld? Maar zoals wind op zee, waar Nederland nu koploper aan het worden is. En dat juist Nederlandse bedrijven zijn die de hele mooie innovaties hebben om die natuur op de zee ook beter te beschermen. Dus het kan ook hand in hand gaan. Het knaken verdienen met Nederlands ondernemerschap, de natuur beter beschermen en de klimaatdoelen binnen bereik krijgen. En ik zou heel graag met mevrouw Van der Plas samen naar Parijs gaan. Dat staat ook in uw verkiezingsprogramma. Parijs halen. Alleen, ja, hoe dan? Dat zou ik wel van u willen weten, want we weten ook van onze wetenschappers van het KNMI dat klimaatverandering in Nederland hele grote impact gaat hebben. Een maand lang tropische dagen, elk jaar opnieuw. Periodes van extreme regenval, maar ook periodes van grote droogte. En dan zijn het juist boeren die ons voedsel produceren die daar de hoogste prijs voor gaan betalen. Dus mijn vraag aan mevrouw Van der Plas is echt oprecht. Doe nou mee met die klimaat. Doe nou mee met dat klimaatfonds, zodat we die ondernemers kunnen helpen, kunnen bijstaan, zodat ze ook geld kunnen verdienen aan die klimaattransitie. Ja, kijk, in ons verkiezingsprogramma staat niet dat wij tegen groene stroom zijn. In ons verkiezingsprogramma staat ook niet dat wij tegen zonne-energie zijn. Waar we wel tegen zijn, is dat wij ons land aan het volplempen zijn en de Noordzee met zonneparken, met windparken. Kijk, wij zeggen in ons verkiezingsprogramma ook die kleine windmolens op boerenerven, die kleintjes, daar zijn we gewoon voor. Wie ben ik om een kleine windmolen tegen te houden? Maar wat je ook ziet is, vergunning technisch moet het ook allemaal kunnen. De bevolking moet ook meegenomen worden daarin. Die krijgen gewoon te horen dat ze ineens 4, 5, 6 windmolens in hun achtertuin krijgen. En ik hoorde de heer Timmermans bij College Tour zeggen van ja, niemand wil een kerncentrale in de achtertuin. Nou, wat niemand in de achtertuin wil, dat zijn die enorme grote verschrikkelijke zonnevelden en die enorme grote torens die achter in de tuin komen, waar ze ook onderzoek nou wordt gedaan naar de gezondheidseffecten die dat hebben op de mens. Maar omdat het dan over het klimaat gaat, ja, dan mag het ineens wel. Dan gaan we ineens geen voorzorgsprincipe. Dan gaan we ineens niet meer zeggen, ja, we moeten de natuur beschermen. Dan mogen wel die 30.000 Eiffeltorens in de zee geheid worden. Meneer Timmermans, u kreeg het verwijt dat er een taboe is bij u op kernenergie. Nee, het is bij mij geen taboe. Kernenergie zou voor misschien 10% van onze energievoorziening kunnen zorgen. Maar ik vind dat de rekening niet rondloopt. Ik vind het gewoon geen slimme keuze. Het is voor mij dus geen principiële afweging. Het is voor mij een praktische. En daar verschillen wij van mening over. Maar ik vind het jammer als de hele klimaatdiscussie alleen maar over kernenergie gaat. Dat gaat maar over 10% maximaal. Maar bij die windparken, daar is ook onlangs van vastgesteld door de heer Jetten hier naast mij, dat die 40 miljard extra gaan kosten. Daar heeft de heer Timmermans het over van ja, het is te duur en het wordt nog veel duurder. We weten in ieder geval zeker dat die extra 40 miljard voor die windparken, dat die wel op tafel ligt. Mag ik misschien even uitpraten? In de eerste plaats, dat is gevolg van de gestegen rente. En die gestegen rente stijgt ook voor kerncentrales. Dus daar is waarschijnlijk de kostenstijging nog meer. Dus dat is, dat maakt geen verschil. Maar waar ik even terug op zou willen komen, is dat u zegt, de kiezer houdt zich er nu niet mee bezig. Maar ik vind dat je als leiders een bredere verantwoordelijkheid hebt. Bestaanszekerheid geldt niet alleen voor ons zoals we hier aan tafel zitten. Die wil ik ook graag voor mijn kinderen en kleinkinderen. En die bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. En dat is iets dat moeten we onderkennen. Ook als mensen misschien zeggen, dat wil ik nu niet horen. Leiderschap is ook het over dingen hebben die mensen misschien niet willen horen, maar moeten horen, omdat het gewoon over de overleving van dit land gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben ook blij te horen dat de heer Timmermans net zegt, de kernenergie zou 10% van de energiemix kunnen zijn. Want dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Hoorde een andere Timmermans dan een week paar geleden. Bij College Tour. Want kijk, twee nieuwe kerncentrales is precies 10%, precies 10% van de Nederlandse energiemix. En dat doen we. En we zijn ook bereid om daar de prijs voor te betalen. Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van dictaturen uit het
het buitenland die ons olie en gas verkopen. Dus laten we van wind op zee en zon op onze daken en twee kerncentrales onze schone energiemix maken. Dat is ook precies wat de Eurocommissie, waar de heer Timmermans in zat, ook voor was. De heer Timmermans heeft als eurocommissaris gezegd, kernenergie is een schone investering. Nou, laten we dan in Nederland ook voor die investeringen gaan en die klimaatdoelen zonder taboes dichterbij brengen. Ik herhaal, we hebben het over slechts 10%. Die 10% kunnen we goedkoper en vooral veel sneller door duurzame energie tot stand brengen. Daar hebben die kerncentrales niet voor nodig. Uw eigen meneer Ter Haar zegt, het duurt 20 jaar voordat je zo'n ding hebt. Die 20 jaar hebben we gewoon niet om te wachten met stroom tot op dat moment. Er zijn ook andere jaren. Dus er wordt ook gezegd tussen de 6 en de 10 jaar. Maar u zegt, dus die 20 jaar wordt steeds maar naar voren geschoven. Er is nog nooit een kerncentrale in tussen 6 en 10 jaar gebouwd. Maar even op uw andere punt, vind ik niet onbelangrijk. U heeft het over geen energie uit andere delen van de wereld halen. Waar halen we het uranium vandaan? Dat komt ook uit onveilige landen. Willen we daar van afhankelijk zijn? Nogmaals, het is maar 10%. Een 10% die je echt kunt dekken met duurzame energie. Begint er niet aan. Het is te duur. Het levert allerlei problemen op. En het duurt te lang. Dus dat is de reden waarom ik een andere keuze, een andere afweging zou maken. En tegelijkertijd zeg ik erbij, maak het nou ook weer niet groter dan het is, want dat leidt af van de discussie waar het echt over zou moeten gaan, namelijk onze capaciteit om duurzaam te gaan leven. Naar mevrouw Van der Plas, want mevrouw Van der Plas die kreeg net de vraag, hoe dan? Waar moet die nieuwe energie dan vandaan komen? U streept een paar mogelijkheden af, maar de vraag hoe dan wel, die is nog niet beantwoord. Nou ja, nee, ik heb gezegd dat wij niet tegen zonne-energie zijn. En gelukkig heeft de heer Jetten ook het licht gezien de laatste tijd. Om ook te zeggen, we gaan dat niet meer op landbouwgrond. We willen dat niet meer in de groene ruimte doen. We willen dat gewoon veel dat meer doen. Dat heeft het kabinet inmiddels gezegd. Ja. Op de grote daken vooral. Ja. Ja. En je zou kunnen denken langs de snelwegen, in de geluidswallen. Ja. We hebben nog wel eens een voorstel gedaan. Of het haalbaar is, weet ik niet. Maar we hebben, ik weet niet hoeveel duizenden kilometers vangrails. Zou je het misschien daarop kunnen doen? Die staan er al. Is dat mogelijk? Dus naar dat soort dingen kijken wij meer. Kijk, als je kijkt naar zonneparken en windparken, voor dezelfde energie die een kerncentrale levert, zou je aan windparken 4000 hectare nodig hebben voor dezelfde energie. Met zonne-energie zou je 3200 hectare hebben. En ik snap dat er een energietransitie is. En ik denk dat heel Nederland ook wel beseft, hè, iets duurzamer leven, dat kan allemaal. Maar als we het daarover hebben, we veranderen ons landschap. Het is echt landschapsvervuiling. Mensen krijgen daar ook stress van. Die raken daar, weet je, mensen maken bezwaren. De hele dorpen vallen soms uit elkaar. Die verhalen, die ken ik gewoon van nabij. Omdat iemand, een boer bijvoorbeeld, wel een groot zonneveld heeft. Het dorp is daar tegen. Dus dat is een heel breed pakket. Dus je moet gewoon wel kijken naar wat kan, wat mogelijk is. En ga gewoon die eerste steen in de grond leggen van die kerncentrale. Want we zitten al 20 jaar te praten. 20 jaar praten, ik moet hier een punt zetten. U ging op punt zeggen, ik ging ook op punt zetten, meneer Timmermans. Ik ben bang dat we hierbij moeten laten. De corporaties gaan het over. Dat staat ook in onze crisis. Oké, we zijn het eens. Ook wel eens fijn. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.